Hey, hallo. Wil jij in het jaar dat de kinderrechten 25 jaar bestaan een 5-shot film maken en daarmee een joker winnen voor Media Master? Let dan goed op. We vragen jou om alleen, samen met klasgenoten of met de hele klas, een 5-shot film te maken. Een 5-shot film? Wat is dat nou weer? Ik leg het even uit. Het belangrijkste van een film is natuurlijk het verhaal. In totaal staan er 54 artikelen in het kinderrechtenverdrag. Daarvan hebben wij er 6 uitgekozen waarbij media een belangrijke rol speelt. Kies er hier één van uit. Laat je fantasie gaan en bedenk een verhaal. Daarna neem je de film op in 5 shots. Maar hoe kom ik dan aan die shot? Nou, shots maak je met een camera. En die zitten in telefoons, tablets, laptops, fototoestellen. Maar doet het niet. Nee, in een pak melk zit nog geen camera. Maar als je een camera hebt, dan denk je voordat je de shots gaat opnemen, eerst goed na over het verhaal. Hiervoor kan je het storyboard downloaden van onze website. Je bedenkt de shots die je voor je verhaal nodig hebt en eventueel welke teksten er gezegd kunnen worden. En daarna ga je de shots opnemen. Je zet de camera aan, je neemt een stukje van je verhaal op en zet de camera weer uit. Voilà. Je eerste shot is gemaakt. Zo maak je alle 5 shots. Op je smartphone of tablet kan je de shots nog monteren. En klaar. Let wel op dat de film niet langer mag duren dan 1,5 minuut. Dat is 90 seconden trouwens. Als je film klaar is, dan zet je bijvoorbeeld op YouTube of Vimeo. En meld je klas aan samen met de link van je 5-shot film via het aanmeldingsformulier op de website. Iedereen die een 5-shot film maakt en de link opstuurt, wint een Media Master Joker. Maar de beste 5-shot films winnen een remake van hun 5-shot film door een professionele filmcoach. De filmcoach komt dan een dagdeel naar school om samen met jullie een verbeterende 5 minuut durende film te maken, die je je leven lang niet meer vergeet. Ga voor meer informatie naar krff.nl.